Op diverse plaatsen in Meierijstad is zaterdag Burendag gevierd. Bewoners van appartementencomplex De Hoge Beemd en residentie De Meierij zaten al vroeg aan de koffie in het stadhuis in Veghel. En dat allemaal op uitnodiging van overbuurman Kees van Rooy. Vorig jaar, toen het Nationale Buurdag is, hebben de residentie, De Meierij, hebben zeg maar de buurt uitgenodigd. En daar zijn we ook geweest en zeiden we, nou dan gaan wij dit jaar gastheer spelen. En dat hebben we gedaan en je ziet het op de achtergrond. Buren van zowel De Hoge Beemd als residentie De Meierij zijn hier aanwezig. En zijn gezellig met elkaar in de buurten. En dat hoort ook in de gemeente die de tweede gezelligste gemeente van Nederland is geworden gisteren. Hè? Dus ja, daar past dit mooi bij. En ja, ik zei al, als Kees, hè, als buurman en dit keer niet als burgemeester. Nee, je, natuurlijk... ziet men je wel als burgemeester, maar we hebben ook gezegd van ja, want ik woon zelf hier niet, dus als gemeente nodigen we uit, maar we maken er geen heel formeel gedoe van. We houden het gezellig. Op de koffie bij de overbuurman, hoe voelt dat? Dat vind ik heel erg leuk. Vorig jaar zijn we mee begonnen en dit jaar is het hier. Volgend jaar weet ik nog niet, maar het is prima geregeld. Ja, en je zei het net al tegen Kees van Rooy, hè, want hij nodigt je uit als niet als burgemeester, maar als overbuurman. Overbuurman, ja. Je zei al van in de gezelligste, nou bijna gezelligste plaats van Nederland. Nou, ik zag gisteren op televisie inderdaad dat het land van Kuik was de eerste en dan Meierijstad. Een goede tweede. En dan kwam de rest pas. Dus ik ben er heel erg blij mee. En dan hier, komt dit ook heel goed uit zo. Je ziet hier dat het heel gezellig is, ja. Dan weet ik niet of het heel op mijn reis is, maar hier is het heel gezellig, ja. Inderdaad. Heel leuk, gezellig. Want je woont nog niet zo lang, of toch wel... We wonen hier altijd, hoor. En dan, rij je hier altijd langs en dan denk je van... Zou ik wel eens een keer op de koffie willen gaan? Ja, eigenlijk wel. Hebben we een uitnodiging gekregen. Vanwege Burendag. Was je vorig jaar ook bij? Ja, toen was het bij ons in de Meierij. En dat is ook heel goed bevallen toen, hè? Ja, was heel leuk. Gezellig, ja. Eigenlijk een beetje ook een voorbeeld voor heel de gemeenschap, zeg maar, hè? Bij elkaar op de koffie. Ja, ik denk dat er meer plaatsen gebeurt. Ik weet gewoon ook in de eigen buurt waar ik woon, hebben wij vandaag ook een buurtbarbecue. Dus op allerlei plekken wordt toch wat georganiseerd. En eigenlijk hoort dat gewoon het jaar door gewoon zo te zijn dat je bij de buur op de koffie komt of achterom kunt binnenlopen. Dat is eigenlijk toch het mooie. Ook de bewoners van Torendaal in Veghel konden na een paar telefoontjes aan het Oranjefonds samen aan de koffie. En toen kreeg ik zo'n grote doos met alles erin, vlaggetjes en klein vlaggetjes, tafelkleed, koffie, een spelletje, een burenboek. Ja, echt fantastisch. En dan zijn al die buren bijna allemaal hier? Ja, ze zijn bijna allemaal hier. Ja. En die er niet zijn, die hebben laten weten dat ze niet komen. Dus dit is echt geweldig. Het burenboekje komt goed van pas. Het is de bedoeling dat iedereen er zijn naam en zijn adres in zet. En waarom dat hij hier woont en alles. Dat we een beetje een boek hebben van Torendaal. He? Wie er allemaal woont. En als er dan iemand nieuw komt wonen, die kan dan in dat boekje zien wie waar woont. Maar zoiets is hartstikke leuk om elkaar wat beter te leren kennen. Voor herhaling vatbaar? Zeker voor herhaling vatbaar, ja. Je ziet ook de opkomst. En eigenlijk had je van tevoren verwacht van nou, dat zal wel een half uurtje zijn of iets dergelijks. Maar het ziet er prima uit zo. Er waren al mensen die vonden dat we dan vaker zoiets konden doen. Bijvoorbeeld op oudejaarsdag samen oliebollen eten of zoiets. Dus ja, het heeft echt wel zin.